Yes, goed dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de optimale trainingsfrequentie, over verschillende schema's. Mijn nieuwe kijk hierop. Mijn tweede video, mijn eerste informatieve video op mijn kanaal, ging over hoe vaak per week moet je trainen voor resultaat. En ik vond het wel leuk om na 7 jaar tijd een nieuwe video hierover te maken. Toen heb ik ook verschillende schema's uitgelegd. Maar ik ben toch wel wat anders gaan kijken. Dat was heel erg basis. De informatie is ook een beetje veranderd. Ik ga 4 verschillende schema's met jullie doornemen. En ik ga zeggen welke het beste bij iemand gaat passen. En welke het beste bij mij passen. Voordat we beginnen jongens, mocht je de laatste video gemist hebben. Ik heb een samenwerking met Gymshark. Dus wil je mij supporten en wil je nog mooie sportkleding? Ik heb mijn eigen linkje. Hij staat in de beschrijving. Deze bevalt mij heel erg. Echt een lekkere materiaal. Die zie je nu even in beeld. Laten we beginnen bij schema nummer 1, de bro split. Oftewel, 1 keer per week je spieren hitten en heel veel volume doen. Oftewel, heel veel setjes per spiergroep. Nadeel, het is niet ideaal voor de meeste mensen. Wie kunnen er wel resultaten mee hebben? Beginners en mensen aan de anabolen. Maar voor de andere mensen die bijvoorbeeld al langer dan 1 jaartje of 2 jaar trainen, is dit gewoon niet de effectiefste split. Waarom? Want vaak als je meer dan 8 tot 10 setjes voor een spiergroep doet in een workout, dat heet junk volume, oftewel te veel werk wat je eigenlijk weggooit. Wat dan eigenlijk voor niks is, wat eventueel nadelig kan zijn voor je herstel. Iets wat in deze video veel terug gaat komen, zijn deze 3 factoren voor groei. Hoe vaak je een spier hit, hoeveel volume je doet, dus hoeveel werksetjes je doet voor een spiergroep, en de intensiteit, hoe zwaar ga je op de oefening. En aangezien je maar 1 keer per week alle spieren hit, kan je natuurlijk veel volume doen en kan je een hoge intensiteit hebben. Nogmaals, te veel volume in 1 sessie is vaak niet interessant. Tenzij je dus steroids gebruikt of net pas traint, dan kan je hiermee beginnen. Toch zijn er voor de meeste beginners wel betere opties. Maar ja, beginners die krijgen al zo makkelijk resultaten als ze een beetje consistent trainen. Vind je dit een heel fijn schema en kan jij hierdoor consistent naar de sportschool gaan? Doe het dan zeker, want je kan er wel wat resultaten mee krijgen. Voor mij niet de moeite waard om het te doen. Maar dat was het eerste schema, die ik dus voor de meeste mensen niet aanraad. Gaan we naar de tweede split en dat is de Legs Push Pull Routine. Hier zijn ook meerdere opties van hoe je het kan doen. Ik ga er 2 van behandelen. Je hebt bijvoorbeeld maandag, dinsdag, woensdag getraind. De meeste mensen nemen dan bijvoorbeeld donderdag een rustdag of die gaan gelijk donderdag weer opnieuw. En dan nemen ze zondag een rustdag. Dus dan hebben ze 1 rustdag per week. Dit betekent dat jij vaak 72 uur rust hebt voor een spiergroep. En soms dus zelfs 96 uur. Door die ene rustdag die je hebt in een week. Dus je traint 6 keer per week. Ik vind dit een heel lekker schema. Aangezien je nog wel een beetje kan pompen, zeg maar. Je hebt best wel redelijk hoog volume vaak. Maar niet te veel. Omdat je dus gewoon dat verdeelt over 2 workouts. Maar die 96 uur rust vind ik soms te veel. En dan kan je dus denken van, weet je, skip die ene rustdag. Bam, ik ga maar door. Maar uiteindelijk heb je die rustdag vaak toch wel nodig. Dus ik vind dat niet zo heel erg fijn. Wat je ook kan doen, is de andere kant op gaan. En dat is dan meer rusten. Na elke 3 dagen trainen neem je een rustdag. Dus dan heb je geen vaste dagen. Dus dan heb je in principe altijd 96 uur rust op een spiergroep. Dit kan voor sommige mensen best wel goed werken. Vooral als je dus best wel hoge intensiteit en volume hebt. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen welke van de 2 nou beter is. Alleen, ik ga zometeen een split behandelen die ik persoonlijk fijner vind en beter vind werken dan deze Legs Push Pull Routine. Maar af en toe volg ik hem. Ik weet dat er heel veel mensen fan van zijn. Blijf het zeker doen, maar switch ook af en toe naar een andere optie. Oké, gaan we door naar de volgende split. En dit is de Upper Lower Split of de Push Pull Split. Ze lijken een beetje op elkaar met de verdeling van je dagen. Laten we als voorbeeld gewoon even lekker het simpel houden met de Upper Lower Split. De eerste variant is degene die het populairste is, het meest besproken is. Terwijl ik dat eigenlijk bijna onzin vind, want het is naar mijn mening niet de beste van de 3. En dat is gewoon 4 keer per week trainen. Maandag upper, dinsdag lower, heb je woensdag een rustdag en dan ga je donderdag, vrijdag weer en dan heb je het weekend rust. Dus 72 tot 96 uur rust op de spiergroep. Prima split, maar niet mijn favoriet. Gaan we naar de tweede optie en dat is 6 keer per week een upper lower volgen. Het voordeel hiervan is, je kan binnen 48 uur weer dezelfde spiergroep prikkelen in plaats van dus die 72 uur. En dan heb je op 1 gedeelte, misschien wat later in je week, die ene rustdag waardoor je 72 uur rust hebt. Dit is wel heel erg goed voor de proteïnsynthesis die je vaak moet stimuleren als natural lifter om je spieren te laten groeien. We hebben ook de supercompensatie. Na een workout breken de spieren af en ze komen weer terug. Je breekt ze af, dat is eigenlijk constant hoe het gaat.
En je wilt op het juiste moment je spieren weer prikkelen. En vaak is dat wel binnen 48 uur. Soms is 72 beter. Maar vaak is 96 uur of nog langer toch iets te laat. Ik heb deze split een tijd gedaan. En ik heb het zelfs 21 dagen volgehouden om elke dag te gaan. En toen merkte ik wel echt dat ik een rustdag echt nodig had. Ik vond het gewoon interessant om te zien. Ik raad het voor anderen niet per se aan. Maar het was gewoon prima te doen. Je moet toch een beetje de volume of de intensiteit wat verlagen. Omdat je zo vaak gaat trainen. Voor veel mensen is dat lastig. Als ze altijd gewoon lekker veel volume en een hoge intensiteit hebben gehad. Zoals bij een Lex Boost Pure team. Dan is dit niet je beste optie. Dan is binnen 48 uur alweer trainen soms too much. Waardoor je merkt dat je niet omhoog gaat in gewichten. En waardoor je dus uiteindelijk ook niet sterker wordt. En misschien ook niet eens groter wordt. Ik heb het best wel positief ervaren. Maar ik volg nu de derde variant en die spreekt mij op dit moment echt heel erg aan. En dat is geen vaste dagen hebben. Ik train 2 dagen achter elkaar en dan neem ik 1 dag off. En dan ga ik weer 2 dagen trainen en dan neem ik weer 1 dag off. En dat repeat ik. Dus mijn workout days worden elke week anders. Hoe lang heb je nou rust? Altijd 72 uur. En dan dus niet af en toe 96 uur of dus die 48 uur. Wat soms te laat of te vroeg is. En wat kan je dus met die 72 uur rust doen? De volume wat verhogen en de intensiteit ook nog redelijk hoog houden. Ik merk dat ik dan lekkerdere workouts heb. Want ik vind het toch best wel moeilijk om soms niet alles te geven. Ook al moet ik toegeven dat ik vaak pas in de allerlaatste set tot val ga. En dat ik dat in de eerste sets net niet doe. Voor de meeste spiergroepen heb ik dan meestal 6 tot 7 sets per workout. En aangezien je dus tussen de 2 en 3 keer per week eigenlijk die spieren hit, kan je ook wel wat hoger zitten in die sets. Want toen ik 6 keer per week ging, deed ik meestal tussen de 4 en de 6 sets voor een spiergroep in een workout. Uiteindelijk heb je een beetje hetzelfde eindtotaal. Maar nogmaals, de intensiteit kan ik wat hoger leggen dan wanneer ik 6 keer per week of zelfs 7 keer per week trainen. Dus deze split, jongens, voor de mensen die geen vaste dagen nodig hebben voor een routine, raad ik dit echt aan. Dus of het nou push-pull is of een upper-lower, try it out. Ik ga de laatste tijd echt lekker op. Dan het laatste schema, een full body schema. Ook zeker belangrijk om te behandelen. Hier heb ik ook weer 3 verschillende breakdowns van hoe je het kan verdelen over je week. De eerste is de meest bekende, de maandag, woensdag, vrijdag, weekend of. Niet mijn favoriet, maar voor veel beginners gewoon een aanrader. Het is gewoon lekker makkelijk. Je weet wanneer je moet trainen. In het weekend eventueel gewoon lekker je koppen afzuipen. Als je dat graag doet tenminste. En dan maandag weer een man zijn in de gym. Hier heb ik veel resultaten mee opgebouwd. Bijvoorbeeld ook met de 5x5 strong lifts. Prima schema. Maar voor geavanceerde lifters zijn er betere opties. Dan heb je de day on, day off verdeling. Dan ga je gewoon om de dag. Maandag, woensdag, vrijdag, zondag. Die week erop is het dan dinsdag, donderdag, zaterdag, maandag. Persoonlijk is dit beter. Nogmaals, de proteïnsynthesis reageert vaak goed op binnen 48 uur weer die spierhitte. Dus kan dit heel veel voordelen hebben. Het kan voor andere mensen weer te moeilijk zijn. Hou het dan lekker simpel met die andere split. Maar nogmaals, in vele gevallen kan het interessant zijn. Maar soms die extra rustdag die je wel bij die eerste variant hebt, die kan je soms wel goed doen. Vooral dus als jij in het weekend weinig slaapt. Dan heb je gewoon die ene extra rustdag nodig. En dan de laatste variant. Die lijkt eigenlijk op de upper-lower variant die ik nu volg. Want dan train je dus elke 72 uur. Dan doe je 1 day on, 2 days off. 1 day on, 2 days off. Ook geen vaste dagen. Maar voor de mensen dus die veel volume hebben en de intensiteit hoger hebben. Dit schema volg ik met een van mijn meest fanatieke personal training klanten. Wij hebben alles geprobeerd. Gewoon lekker 3 keer per week. Om de dag. En nu doen we dan een tijdje dit. En ik merk echt bij zijn kracht dat het stuk meer echt omhoog gaat sinds we die ene extra rustdag nemen. Want ja, hij zit een beetje te pieken. Zijn gewichten worden heel zwaar. Zijn rusttijden worden wat langer. Ook al trainen we gewoon 1 uur. Hoge intensiteit. Niet te gekke volume. En hij reageert hier echt lekker op. Dus zeker de moeite waard voor de mensen die full bodies volgen. En die toch een beetje vastlopen met hun gewichten. Omdat ze dus een van die andere 2 varianten deden van de full body. Probeer soms die ene extra rustdag. Dat kan je echt goed doen. Dus, dat waren ze. Dat waren 9 varianten van 4 verschillende schema's. Hopelijk vond je het een interessante en leuke video. Als je nog steeds zit te kijken, goed opgelet, dankjewel. En hopelijk heb ik je wat bijgeleerd. En hopelijk zit er ook iets bij dat je denkt van, hey, dit ga ik een kantje geven of ik ga gelijk dit volgen. Wil je nog iets checken van Gymshark? Check de link. En wil je een schema op maat, dus voeding of trainingsschema? Ik maak ze maar al te graag. Ik ben best wel trots op hoe goed ik ze in elkaar zet. Met progressive overload, met de juiste oefeningen erin. En natuurlijk dat je die spieren vaak genoeg in de week hit. Ik zie je hopelijk snel weer. Like, abonneer en zie je de volgende keer. Yo!